Mans, the KPM Performance Champion by Comilfo out of the Kidams Lubin. In 2020, Mans turned out to be the undisputed champion of the KPM Performance Test. This exceptional son of Comilfo jumped to a score of no less than 88 points. Mans was praised for his light-footed balanced counter, good reflexes, overview, jumping technique and athletic ability. Mans scored 9s for posture and balance, counter, technique, rideability and talent as a show jumper. Mansar Comilfo is one of the world's most promising breeding stallions. Ridden by Marcus Eining, he belongs to the world's very best in show jumping and is the son of Cornet Obolensky and the legendary Ratina Z. The foundation was already laid in his pedigree. Meanwhile, Comilfo's offspring are breaking through at international level, such as Cheek Cheek, ridden by Derek Kenny, or Checker, ridden by Christian Kukuk, but also world champion Chow Lee, ridden by Katrin Eckermann. Als je elke dag met hem aan het werk bent, is het gewoon een plezier om op te zitten. Hij doet alles wat je vraagt van hem. Hij draaft goed, hij galoppeert goed, hij vergroeit veel balans, changeert makkelijk. Ja, ik bedoel, het is gewoon echt een fantastisch fijn paard om op te zitten. Ja, ik denk dat het paard echt heel ver gaat komen, maar ik bedoel, zowel in de fokkerij, hij is mooi. Ik denk dat hij hele goede vulns gaat geven, een mooie vulns gaat geven, een goede vulns, want ja, ik kan eigenlijk geen negatieve dingen van hem opnoemen. Ik heb veel paarden heb ik op stal gehad, maar hij springt er gewoon wel eigenlijk echt bovenuit.